Good evening. How are you, sir? Very good. How are you? Well, I've just read the reviews from the Dallas and Fort Worth paper. You are quite a celebrity, sir. Thank you. Thank you. Ask for more money. Ask for more money? Well, it's okay. It's okay. De president van het orkest in de tijd, laten we zeggen 4 jaar geleden, die is naar een concert van me gekomen in Londen toen ik daar met de St. Martin in the Fields een concert had. En toen hebben we na afloop van het concert een kopje koffie gedronken en hij vroeg of ik geïnteresseerd was om eens een keer hier te komen dirigeren. De story is dan verder dat ik dus hier ben gekomen. Ik heb een concert gegeven en dat waren zeer goede concerten, goede dagen waren het met het orkest. Fijn gerepeteerd, gewoon een goede match. Ik begreep wat ze wilden, zij begrepen wat ik wilde en het was gewoon fijn samenwerken. In die tijd werd ik geregeld gebeld door het orkest en dan met de mededeling dat zij met een 14, 15, 16, 17 mensen kwamen om te luisteren naar me, waar ik dan ook dirigeerde. En dat ze dan met mij daarna wilden eten of dat ze met mij daarna wilden spreken. Nou, en vervolgens zijn ze gegaan naar alle directeuren van de orkesten waar ik chefdirigent ben geweest. Hoe de samenwerking was. En desondanks hebben ze toen toch gevraagd. En het was een heel leuk moment, want ik dirigeerde toen in Melbourne. En ik werd om 3:30 s'nachts werd ik gebeld daar door mijn management. En die zeiden, nou, we hebben leuk nieuws. Je bent officieel voorgedragen om hier dus de chef-dirigent te worden. En nou ja, als je ja zegt, dan kunnen we de onderhandelingen gaan starten. Dus ik zei, nou oké, doe maar. Het Dallas Symphony Orkest is een virtuoos orkest waar een vrij grote historie aan kleeft. Met beroemde chef-dirigenten zoals Antal Dorati, Salty, George Salty. Weliswaar niet zo lang, maar toch, hij is die chef geweest. Eduardo Mata. Dus daar hebben we, en heel leuk, een Nederlandse chef-dirigent. Heel lang geleden, ene meneer van Katwijk. En die heeft het orkest een paar jaar geleid. Dat is wel heel erg leuk. Maar wat ik heel erg leuk vind, is dat en met Dorati en met Salty heb ik natuurlijk zelf ontzettend veel gewerkt. Ik heb geen ambitie zeg maar geformuleerd van wat ik wil bereiken. Ik denk dat je dat gewoon elke week moet laten zien. En als je dat doet waar je hart ligt en als je hard werkt aan zo'n mooi mogelijk klinkend orkest, dan komt de ambitie erachteraan. Dat zeg ik ook wel eens, want ik ben natuurlijk een paar keer naar grote partijen met sponsors geweest en dan moest ik dan een toespraak houden. En ik zei, kijk, voor mij is toch het interessantste dat jullie je met je hart zo verbonden voelen met het orkest. En dan komt de ondersteuning, zeg maar, die komt vanzelf wel. Maar eerst moet dat hart-tot-hart contact gewoon zijn en dat moet goed zijn. Voor Amerikanen is het geen geheim, maar voor Europeanen is dit een van de best bewaarde geheimen ter wereld. Het is een fantastische zaal. Ja. Nou, wij zijn met het Concertgebouworkest in, ik geloof, in 90 of 91 of 92 zijn we met Ricardo Chahi geweest. En toen waren we al echt verpletterd door de zaal.
En dus toen heb ik hem dus ook leren kennen. Maar het is waar dat de zaal niet zo beroemd is als bijvoorbeeld de zaal in Amsterdam of de Muziekverein. Maar het wordt wel het Concertgebouw van Amerika genoemd, dit. Een fantastisch debuut in Chicago gemaakt, bij het Chicago Symphony Orchestra. Er gaat alleen maar meer en meer door Amerika aan je getrokken worden. Gaat dat wat druk geven op je werk in Europa? Wellicht. Ik heb geen idee. Ik denk dat we ons niet moeten gaan focussen op dingen die gaan gebeuren. Ik denk dat we ons focussen op, zeg maar, tussen nu en 2 jaar. En dat is een hele goede balans, vind ik zelf. Er zijn een paar prachtige in Europa die ik gewoon dirigeer. Elk jaar Londen Philharmonic, Nationaal de Frans. De Tsjechische Philharmonie, Tonal Alt Zürich. Nou, gewoon een hele rits van orkesten. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om dat naast het Radio Field en de Radio Kamerfilharmonie te blijven doen. En om dat ook te intensiveren met die orkesten. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. Amerika is natuurlijk toch ook een enorme markt. En waar ontzettend veel fantastische orkesten zijn. En dat is gewoon ontzettend leuk om daar om daar te zijn gewoon. Maar voorlopig blijven we je wel in Amsterdam en heel Utrecht zien. Ja, absoluut.